Nou, Watchgate, watch the light. En waar zit die jonge dame? Die jonge dame, waar zit ze dan? Even kijken. Oh, zit ik helemaal verkeerd? Kan natuurlijk een keertje gebeuren. Maar zou erbij mogen zijn met de plaat nummer 77. Whatever. Het is even kijken. Het rood-wit. Het rood-wit lijkt de flying bird te zijn. De plaat 117 die hier aan de leiding gaat. 117 inderdaad. Gaat doorkomen naar plaats nummer 1. Aan de leiding Brian Smith voor de flying bird uit Winschoten. Plaats nummer 2. En daar gaat ze dan aankomen bij de 77. De dame inderdaad. Met volgens mij een ander pakje aan. Zal het voor Assen kunnen zijn? Whatever, het is Mireille Bakker inderdaad. Op plaats nummer 2, die hier de achtervolging leidt. Keurige prestatie van de Assense op plaats nummer 2. Brian Smith uit het hele Hoge Noorden, Winschoten. Daar komt hij vandaan aan de leiding. Die gaan we niet meer terugpakken. Maar we gaan met name kijken naar plaats nummer 2 van Mireille Bakker. Mireille Bakker, hij op dit moment nog met een meter of 3-4 voorsprong op de beide heren van de KWC Kampen in de achtervolging. En die zouden dat gaatje dicht moeten gaan rijden. Gaat niet meer lukken. Ook Mireille gaat het waarschijnlijk volhouden tot op de finish zijn. Achter onze vriend uit Winschoten wordt zij tweede. En de dubbelslag is voor KWC Kampen op 3 en 4.